Herken jij jezelf in de kwaliteiten teamplayer, gastvrij en communicatief vaardig? Dan kan werken in de hotelbranche misschien wel eens iets voor jou zijn. Ik ben Rosalie en ik ben vandaag bij Van der Valk om te ontdekken wat deze branche allemaal te bieden heeft. Wat vind jij het allerleukste aan je rol als receptionist? Het leukste vind ik dat geen enkele dag hetzelfde is. Het ene moment ben je 's ochtends aan het werk, het andere moment 's avonds in, uitchecken, mail, telefoon. Je weet nooit hoe de dag gaat lopen van tevoren. Heel wisselvallig. Dat vind ik het mooiste. Ja, precies. Heel wisselvallig. En welke kwaliteiten denk jij dat je nodig hebt voor, om een goede receptionist te zijn? Ik denk dat je heel erg communicatief heel sterk moet zijn, omdat je altijd met mensen in gesprek bent, of het nou telefonisch of per mail. Je moet een teamspeler kunnen zijn, flexibel. In ons team heel gezellig, dat vinden wij natuurlijk heel belangrijk. Ik vind het superleuk dat ik het vandaag echt mag gaan ervaren. Ik ben ook wel een beetje zenuwachtig, want ik heb nog geen ervaring. Ach, maakt niet uit, komt wel goed. Komt goed? Ja. Oké, laten we aan de slag gaan. Jeroen, ik vind het hartstikke leuk. Mm-hmm. Maar zijn er ook nog andere taken hier die je kan vervullen? Ik denk dat je ook wel bij het restaurant zou kunnen helpen. Dat vind ik ook wel een type voor me. Oké, dan ga ik daar even kijken. Is goed, succes. Nou, ik heb net bij de receptie meegelopen. En nu ben ik eigenlijk ook wel heel erg benieuwd wat de mogelijkheden zijn binnen de horeca. Ja, eigenlijk hebben we binnen de horeca hebben we heel veel mogelijkheden. Ook voor hier gewoon te komen om een bijbaantje te vinden, kan dat ook. En als jij gewoon hier eigenlijk carrière wil maken, is dat ook mogelijk. Dus er zijn doorgroeimogelijkheden? Zeker, zeker. Ik ben hier zelf ook begonnen in de afwas. En eigenlijk zodoende doorgegroeid tot de functie waar ik nu ben. Dat doe je goed. Ik ben zelf eigenlijk ook wel heel erg benieuwd hoe het nu is om in de horeca te werken. Dat snap ik. Dan gaan we even een outfit voor je pakken en omkleden. En dan kan je denken aan de slag. Klinkt goed. Dat ziet er beter uit. Zeker. En nu de goede kleding hebt, kunnen we aan de slag, denk ik. Hè? Ik ben vandaag in opleiding. En wat vinden jullie nou het allerleukste aan je werk? Sowieso de collega's. Ja, collega's ook. Het is hier altijd heel gezellig. Het is wel zwaar werk, maar zwaar het is wel heel belovend. Zwaar maar leuk. Ja, zwaar maar leuk. Nou, ik heb echt een superleuke dag gehad. En je hebt het ook super gedaan. Ja, mag ik blijven? Jij mag blijven. Oké, top. Top. Ik kan wel zeggen dat ik een hele leuke dag heb gehad die niet als werk heeft gevoeld. En denk je dat werken binnen de hotelbranche nu ook iets voor jou kan zijn? Ontdek dan snel de vele mogelijkheden.